Het lijkt wel alsof deze man zijn beroep heeft gemaakt van pinfraude. De politie linkt hem aan minimaal 4 zaken in de omgeving van Breda. Ja, wat doet hij? Hij hangt rond in de buurt van een pinautomaat en houdt zijn potentiële slachtoffers goed in de gaten. Meestal zijn dat oudere mensen. Eerst kijkt hij stiekem mee als iemand de pincode intoetst en daarna leidt hij de mensen af en steelt de pinpas. Herkent u deze man? Weet u waar de politie hem kan vinden? Laat het dan weten.